Het is de droom van iedere cabaretier, optreden in een uitverkocht nieuwe Luxortheater in Rotterdam. En voor de 6 halve finalisten van Kamaretten is die droom dichtbij. In het programma Keihard Lachen maken we kennis met ze. Vandaag doen we dat met Janneke de Bijl, een cabaretier die eigenlijk net niet gezellig is. Ik dacht, laten we nou eens even beginnen op de rode loper. Ja, dat lijkt me goed. Want je mag in ieder geval in het oude Luxor gaan spelen. En als je de finale van Kamaretten haalt, ook in het nieuwe Luxor. Dus voel je je al een beetje VIP? Ja, dit is wel het gevoel waar we voor gaan natuurlijk volgende week. Ja. Is het spannend? Ja, het is wel spannend. Ja, nee, het bouwt zo op hier naartoe. En het mag nu ook wel komen, vind ik. Dus het is een goede opbouw en dan op een gegeven moment moet het ook gebeuren. Want je hebt meegedaan aan Kamaretten. Kun je eens even vertellen waarom je hebt ingeschreven? Nou, ik heb me ingeschreven omdat ik een theaterprogramma wil gaan maken eigenlijk. En hiervoor deed ik eigenlijk vooral stand-up comedy. Maar ik wil eigenlijk meer de theaters in, dus dan is dit een goede, ja, dit is gewoon een opstapje naar de theaters eigenlijk. Want wat is nou dat verschil tussen stand-up comedy en cabaret? Of is er niet echt een verschil? Ja, nou, cabaret, stand-up comedy is gewoon, qua vorm is het beperkter. Dus het is alleen maar met een microfoon, zonder middelen verder qua licht en geluid. Dus je hebt gewoon minder elementen, je hebt alleen maar stand-up comedy. En theater kan je ook deels stand-up comedy doen, of sommigen doen zelfs alleen maar. Maar je kan ook andere dingen gebruiken, dus je hebt gewoon meer mogelijkheden eigenlijk. En dan maak je meestal een langer programma. Dus stand-up comedy spelen we allemaal in korte blokjes. Dus meestal is een stand-up show allemaal een kwartier bijvoorbeeld. Maar in het theater, dan maak je natuurlijk een boog en dan denk je meer na over het geheel. En dan maak je er echt een programma van. En heb je dat programma al liggen of is dat ook waar je nu mee aan het werk bent? Nee, dat heb ik niet liggen. Nee, ik heb natuurlijk wel over dit half uur dan nu heel goed nagedacht. En ik heb wel ideeën voor daarna. Maar nu moet ik eerst een goed half uur neerzetten. En dan, ja, daarna heb je, als het lukt, heb je daarna nog wel tijd om met de try-outs. Of dan heb je natuurlijk finalistentournee. En dan, dus daarna ga je dat dan eigenlijk verder ontwikkelen. Dus, Want ik hoor eigenlijk van iedereen dat die finale, dat wil je halen omdat je dan die tour gaat doen. Ja, want dan mag je dan al die theaters. Dus dat is wel een van de doelen, ja. Ja. Mijn psycholoog vindt mij te negatief. Maar ik vind haar te duur. Ja. Je moet het allemaal zelf betalen tegenwoordig. Ze had wel een tip. Ze zei, als je niet zo goed voelt, moet je even een boekje gaan bijhouden met dingen waar je dankbaar voor bent. En dat vond ik eerst al stom, maar toen denk ik, nou, laat ik het in ieder geval proberen. Dus dit is wat ik tot nu toe heb. Dingen waar ik dankbaar voor ben, dat onze hond altijd liever eerst met mijn vriend wil knuffelen. Ook als hij net stront heeft gegeten. Dat bezoek ook altijd weer weggaat. Dat mijn vriend borsthaar heeft. Ja, want ik hou daarvan. Ik wist dat in het begin nog niet. Ik heb hem daar zeg maar niet op uitgekozen. Maar ik zou, als hij dat niet zou hebben, zou ik dat wel heel erg jammer vinden. En dan zou ik daar ook wel steeds wat van zeggen. Nee, niet steeds als lullig, maar meer dat als we dan al ruzie hebben, dan zou ik het er weer bij halen. Dat ik mijn tandenstokers niet zelf hoef te zagen, dacht ik ineens. Dat lijkt me echt niet te doen. En dat mijn ouders geen ruzie meer hebben gemaakt sinds mijn vader is overleden. Nou, kun je vertellen waar je programma een beetje over gaat? Waar gaat het over? Het heet Web. En dat had ik een beetje bedacht, ook met het oog op een langer programma, van waar dat dan voor stond. Ik had daar met mijn regisseur over gehad, dat Web een beetje staat voor dat ik mezelf altijd heel erg moeilijk maak in mijn eigen hoofd. Dus dat ik een soort web voor mezelf creëer. Ja. En ook nog een paar, dat het ook nog wel wat andere dingen feest. Maar het gaat denk ik wel over dat mensen best wel raar zijn en ik zelf ook. En dat ik daar dus voorbeelden van zoek van wat eigenlijk allemaal best wel raar is. En dan is het natuurlijk heel leuk als mensen dat herkennen, dan blijken we dus allemaal best wel raar te zijn. Dus dat is een beetje denk ik wat ik... Dat de mens gewoon best wel raar in elkaar zit. Ja, normale mensen bestaan denk ik niet, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Nee, daar begin ik steeds meer van overtuigd te raken. Ja, en wat is een voorbeeld van jouw raarheid? Ik heb bijvoorbeeld een liedje erin zitten en dat gaat over dat ik over alle regels die ik voor mezelf heb. En dan denk ik vaak, hoezo heb ik deze regels? Want ik geloof daar helemaal niet in. Maar dan heb ik ze toch van dat je op een bepaalde tijd op moet staan en niet te lang mag snoezen. En dus dat je zo'n soort regime voor jezelf hebt. En dat zie ik heel veel mensen wel doen, van geen suiker. Maar dan, waarom dan? Ja, eigenlijk is het een beetje, we hebben gewoon een systeem nodig. Dus dan bedenken we allerlei regels en dan gaan we daarna, zijn we een soort slaaf van, dan hebben we geen religie meer en dan gaan we dat doen of zo. Dus dat bijvoorbeeld. Ja, ik zit gelijk te denken. Ik
ben dan soms ook wel, ja, ik leg ook wel mezelf wat dingen op, ja. Ja, dus, of dat een boek lezen toch beter is dan tv kijken. Dan denk ik, soms denk ik van, waarom vind ik dat nou echt? Of heb ik dat, is dat dan toch een soort christendom wat nog, dat er hogere en lagere dingen zijn en dat soort dingen. Dat heb ik dan een beetje in dat liedje bijvoorbeeld. En dan voel ik gewoon, dat, ja, heel veel mensen herkennen dat, denk ik. En dan denk ik, ja, we zijn dus allemaal zo raar. Ja, de kijkers van dit programma herkennen dat in ieder geval niet. Want die kijken liever tv dan dat ze een boek lezen. Ja. Dus hou dat vast, mensen. Ja, dat mag gewoon. Tenzij je gelovig bent. Nee, dat mag het ook, toch? Dat mag het ook, ja. Ik denk wel dat het ook goed is soms om je leed zeg maar te relativeren. Ik merk zelf, ongemerkt ben ik er ook steeds beter in geworden. Want ik was van de week, zat ik een beetje in de put en toen liep ik over straat. En toen merkte ik, zag ik ineens zo'n heel super gelukkig, stralend iemand lopen. En toen merkte ik dus ineens, ik dacht van oké, en dan heb je een heel leuk leven. En dan? Ja, ik wil je toch even wat beter leren kennen. Dus kun je even iets vertellen over je achtergrond? Want hoe ben je in dit vak terechtgekomen? Ik heb eigenlijk eerst een andere studie gedaan. Ik heb eerst filosofie gestudeerd, want dat leek me ook heel erg leuk. En toen wou ik al wel iets met theater, maar ik was altijd bang. Het leek me gewoon heel erg eng om auditie te doen. En ik wist ook niet wat ik precies wilde, van of ik dan naar de toneelschool wilde. Maar filosofie is wel echt iets anders. Ja, maar dat leek me ook heel leuk. Dus toen ben ik dat eerst gaan studeren. En toen wist ik al van een bepaalde opleiding in Amsterdam, had iemand al gezegd dat dat een leuke, zo'n deeltijd kleinkunstopleiding eigenlijk. Dus die had ik al, heet het, in mijn achterhoofd, dat ik dat dan misschien daarna zou gaan doen. Dus toen op een gegeven moment ging ik mijn scriptie voor mijn studie schrijven. Toen dacht ik, ja, nu zou ik het er wel naast kunnen doen. Dus toen ben ik wel naar die opleiding gegaan. En daar kregen we echt heel breed. Dus het is deeltijd, maar dan wel echt ook ballet en musical en schrijven en echt alles eigenlijk. Ja. Maar ook stand-up comedy. Toen hadden we les van Sanne Wallis de Vries, en die heeft ook op die opleiding gezeten. En toen ging ik een beetje zo cabaretprogrammetjes maken. En na een tijdje dacht ik van, ik kwam niet echt verder. En toen dacht ik, misschien moet ik toch die stand-up comedy wat serieuzer gaan aanpakken. Dus toen zei Sanne ook van, misschien moet je gewoon proberen bij Comedy Train te komen. Dus toen heb ik me gewoon daar aangemeld voor een open podium. En dan mag je gewoon, iedereen mag zich aanmelden. Ja. Dus dan mag je 6 minuten. Nou, een paar keer gedaan en op een gegeven moment dan viel het op en dan mag je wat vaker. En dan, nou ja, zo, dan mag je op een gegeven moment wel je gevraagd om auditie te doen. En dan mag je dus voor al die comedians mag je dan spelen voor de auditie. Dat lijkt me wel eng. Ja, dat is wel heftig, ja. Vooral omdat ze allemaal zo op een rij zitten, dus dan durf je daar niet heen te kijken, zeg maar. Maar er zat dan ook nog gewoon publiek, dus dan, dat is dan wel fijn. Anders wordt het heel lastig. Maar sowieso de eerste keer dat je zo'n podium opgaat, dat lijkt me ook al, ja, echt wel eng. Ook al is het maar 6 minuten. Nou, we hadden wel op de opleiding hadden we ook een klein theatertje en daar probeerden we heel veel dingen uit en zo. Dus dan hadden we een paar keer per jaar voorstellingen en dan maakte je gewoon een nieuw half uur. Of dan ook heel veel proberen, gewoon een voorstelling zonder tekst. Of van alles met mensen samen en weer alleen en echt heel veel geëxperimenteerd. Ja. En dan ontwikkel je, dan leer je eigenlijk wel heel veel. En op een gegeven moment denk je, oh, ik kan echt wel wat. En dan ga je dus naar de buitenwereld. Maar daar is het veel harder. Dus de eerste keer in Toemler, dus, dat is dan de club van de Comedy Train. Ja, dat was gewoon doodstil. Ik dacht, oh, blijkbaar op school vinden ze me al heel grappig, maar daar kennen ze me al. Dus dan moet je toch, dan moet je dat echt leren van hoe je dan overkomt. En dat is echt nog wel een heel proces om dan in de buitenwereld voor neutraal publiek. Dat is makkelijker dan, of moeilijker dan je tante en je moeder in je eigen theatertje aan het lachen maken, zeg maar. Ik vind mannen ook wel best wel lastig. Ik vind iedereen gewoon lastig eigenlijk. Ik vind mannen ook best wel lastig. Ik vind met name mijn vriend op het moment best wel lastig. Ik kreeg een kritiekpuntje namelijk van hem. Hij vond dat ik hem bemoederd had. Wat niet zo was, dus ik zei, wat een onzin. Nou ja, hij had dan één voorbeeldje, want we waren dan op een feestje geweest en toen gingen we weg. En toen heb ik blijkbaar gezegd, moet jij niet eerst nog even naar de wc? Ja. Ja. Dat was alles. Ik krijg toch het gevoel nu dat jullie voor hem zijn, dus ik wil toch even een beetje voor mezelf opnemen. Dat vind ik dus best wel heel erg lastig aan mannen in een lange relatie. Dat ze dus wel prettig vinden als je ongeveer 3/4 van hun leven overneemt. Maar niet vertellen waar dat punt dan ligt, zeg maar. Dan denk ik, ja, hoe moeten wij dat nou weten? Weet je, mijn vriend bijvoorbeeld, die vergeet heel veel dingen. Echt heel veel. Dus ons patroon is gewoon dat ik hem de hele dag herinner aan dingen. Dus dan zeg ik, als het koud is, zeg ik, vergeet je handschoenen niet. Nou, daar is hij ook blij mee. Maar als ik dan daarna voorstel om ze voortaan met touwtjes aan zijn jas vast te maken, dan is het niet goed. Ik weet. Je krijgt gewoon een rolverdeling. Als je een lange relatie hebt, krijg je vanzelf zo'n rolverdeling. Bij ons is dat eigenlijk dus geworden dat ik zeg wat er moet gebeuren en mijn vriend voert dat dan uit. Dit is meestal hoe het bij ons gaat. En het gaat meestal ook goed. Ik denk wel soms, het is maar goed dat hij niet zwart is, want dan zou het racisme lijken. En daar ben ik tegen. Dus daarom wou ik ook geen zwarte vriend.
Uitzicht op de Erasmusbrug. Ja. Dat is dan natuurlijk een mooi bruggetje, zeggen we, naar Rotterdam. Ja. Want heb je iets met Rotterdam? Nou, ik kom hier eigenlijk bijna nooit. Want het is gewoon een beetje ver weg. Maar ik vind het wel altijd leuk om in Rotterdam te zijn. En ik zat daar even over na te denken. Ik dacht, wat heb ik nou met Rotterdam, behalve kamaretten? Maar ik weet nog wel, ik heb wel één Rotterdam herinnering, dacht ik. Dat was op de middelbare school. Toen ging ik voor het eerst in mijn leven naar een concert. En dat was in Ahoy Rotterdam. Mm-hmm. En dat was allemaal spannend om dan met een vriendin naar Rotterdam te gaan. Dat was een concert van No Doubt. Dat was zeg maar mijn tijd. En ik weet nog dat we bij mijn nicht, een soort achternicht, hier gingen slapen. En die was heel stoer, want die zat op de kunstacademie en die was ouder en zo. En ik weet nog dat we daar aankwamen bij haar. En dat ze toen zei, oh, hebben jullie pakjes drinken bij je? En dat ze toen uit ging lachen, dat weet ik nog. En dat ik toen ook nog een tijdje dacht, wat moet je dan hebben? Moet je dan blikjes hebben of gewoon niks? Dus ik weet nog steeds niet wat nou... Maar het was niet goed in ieder geval. Nee, de stoere optie was niks geweest. Nee, toen zei ze, oh ja, maar jij zit ook nog op de middelbare school. En toen was ik weer helemaal klein. Ja, No Doubt, het was wel schuifelen op Don't Speak bij ons op de schoolfeesten. Ja, nee, was dit was helemaal, maar, ja, maar helemaal dat was wel een van de softere nummers. Hè? Dit was wel een beetje uit je dak gaan en zo. En ik weet nog dat ik een cameraatje mee had en die had ik zo in mijn BH gestopt. Dat was allemaal spannend, want ik wou foto's maken van die kutfoto's waar je later gewoon niks op ziet. Maar die was zo stoer, zeg maar, dat ik daarheen ging. Dus dat is wel, was wel Rotterdam. En toen konden we niet meer terug naar huis, dus dan had ik voor het eerst in mijn leven gespijbeld ook. Zo. Dus toen de volgende dag, toen moesten we bij de conrector komen. Zei, ja, ik was in Rotterdam naar een concert. En ik weet nog dat ze toen zei, ja, maar had het dan gewoon van tevoren even gezegd. En toen dacht ik, ja, maar dan mocht het heus niet. Dus nou ja, dat is wel een van mijn stoerdere jeugdherinneringen. Maar jij bent dus niet Rotterdammerd. Nee. Waar woon je? Ik woon nu in Hilversum, maar ik kom eigenlijk uit Brabant. Hm. En ik heb in Groningen gestudeerd, dus ik doe zo'n beetje het hele land. Dus misschien kom ik hier ook nog wel ooit terecht. Ja, nee, ik kom eigenlijk uit Brabant, maar dat horen mensen nooit aan mij. Nee, de zachte G's waren verdwenen, geloof ik. Ja, nee, ja, mijn moeder die komt uit Den Haag, dus mijn vader is wel Brabants. En ik heb nooit heel erg Brabants gepraat, denk ik. Mijn vaders familie praten wel allemaal plat Brabants, maar ik heb dat nooit gedaan. Verstandig. Ja, nee, wel. Ja. Ook ik zo houden. Precies. En nou is het wel zo dat volgens mij, jij hebt dan ervaring, want je bent op meerdere plekken geweest, ook om te spelen, ja, dat het publiek heel verschillend is. Ja, maar het publiek is gewoon altijd anders. Dus dat is niet per se plaatsgebonden. Nee. Ja, dat probeer je dan, dat hoop je dan te weten, want dan weet je waar je aan toe bent, maar je weet het gewoon nooit. Nee, dat hangt helemaal van de plek af en de setting. Nee, ja, het is lastig om zo te zeggen. Elke avond is anders, het weer is anders, de mensen zijn anders, hoeveel mensen er zitten, of de grote of een kleine zaal is, hoe je jezelf voelt. Ja, er zijn zoveel factoren. En heb je dan ook wel eens zo'n zaal gehad waar gewoon echt helemaal niks uit terugkwam? Dat het gewoon helemaal doodsloeg? Nou, soms als je met heel weinig publiek hebt, dan wordt het wel, zeker voor comedy, dan wordt het wel. Ik heb één keer was een soort festivaletje in Twente ergens, wat dus denk ik niet eens met Twente te maken had, maar die mensen liepen van optreden naar optreden. En één ronde had ik zo 30 man en dat was heel klein, dus dat was prima. Maar één optreden zaten er 4 mensen. En er was ook nog één gezin, dus nou, dat was wel even hard werken. En dan doe je liever een liedje dan dat je grappen staat te maken, zeg maar. Dus, dat geloof ik, ja. Ja, dat zijn wel de optredens waarvan je dan later hoopt dat je ooit kan zeggen, oh, toen deed ik nog dat soort optredens. Maar ja, nee, het hoort er echt bij om dan te kijken hoe je dan contact maakt. Maar die mensen willen ook niet dat je hun deed aankijkt, dus je kan niet zo. Nee, dus het is voor het publiek ook ongemakkelijk. Ja, dat is voor niemand leuk eigenlijk. Ik wil eens kijken wat er gebeurt als je energie neemt die je eigenlijk zonder je best te doen zou willen doen. Ja. Een van de dingen die mij de laatste tijd opvalt is dat vrouwen zichzelf heel vaak meteen onderuit halen. Ja. En dan mag je weer pauze. Zoek het maar uit. Ja. Nou ja, jullie snappen niet oké. Ga ik wel even wat voorbeelden geven. Ja. Wat er dus voor mij af mag, is die dwang die je in Toomler hebt en voelt. Van scoren, scoren, scoren. Het moet gezellig of het moet vlot of... Nee. Ja, nou ik speel soms wel eens 3 kwartier. Dus dat is wat ik het langste, wat ik meestal optreed. Ja, ik heb ook sommige dingen zijn alweer ouder. Die wil ik dan eigenlijk niet meer doen. Dus ik heb wel nu ongeveer 1,5 uur wat ik denk dat ik ongeveer wil gaan doen. Dus ik denk dat ik niet heel veel nu aan mijn materiaal gaan werken, maar meer aan spel en daarin de vrijheid gaan zoeken dan dat ik alles weer ga veranderen qua tekst of zo. Hallo. Nou, dat gaat lekker. Ja, dat gaat goed. Ik heb helemaal niks raak. Eén. Ja,
dat ze hier een soort teamwork van maken. Jij bent gewoon bezig. Dus. Ja? Ben ik gewoon bezig? Gaan we het zo eens in de hand maken? Ja. Okay. Netjes. Dit is niet te verslaan, hè? Nee, dit wordt heel lastig. Zo, ik heb vast even de standaard vrij hoog gelegd. Ik zie het. Kijk, nou heb ik begrepen dat er vroeger bij jullie thuis strijd was. Want het was Feyenoord en Ajax. Ja, klopt. Ja, mijn ouders en mijn broer waren alle drie voor Feyenoord. Maar ik was voor Ajax. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar toen ik jong en onwetend was, was ik voor Ajax. Oké, dus de publieksprijs, dat kan je wel vergeten. Maar dit wordt erna uitgezonden, toch? Dit wordt erna uitgezonden. Kom je goed weg. Nee, anders had ik het gewoon omgedraaid in het verhaal. Natuurlijk. Maar ik ben vrij radicaal natuurlijk Feyenoord, want ik ben Rotterdammer. Dus ik dacht, laten we van dat Sjoelen dan ook een beetje Feyenoord Ajax maken. Ja, is goed. Feyenoord heeft, zoals altijd, een redelijk matige score neerzetten. Mag jij straks proberen om dat te overtreffen. Wij staan in het nieuwe Luxor. Hier gaat de finale plaatsvinden van Kamaretten. Dat is ook een wedstrijd. Ja. Hoe bereid je je daarop voor? Ja, zo goed mogelijk. Ja, gewoon de dingen die je gewoon goed voorbereid. Alles wat je kan doen. Maar ik word er ook een beetje neurotisch van, merk ik. Want dan denk ik van... Je moet wel de goede pen bij een beetje zo dat je een beetje... Dat komt gewoon wat het spannend is en dan ga je dingen zoeken die je dan onder controle hebt. Dus dan het huis moet nu opgeruimd zijn van mij. Dus ik ben nu een beetje geïrriteerd thuis. Dat ik denk, waarom is het nu zo'n bende? Maar dat komt gewoon omdat het spannend is. Dan denk je, als ik dan het huis maar opruim, dan heb ik alles wat ik kan doen in ieder geval gedaan. En de laatste 5 minuten voordat jij opgaat, heb je nog rituelen of... 1000 keer kijken of ik alles heb, of alles goed ligt, zo een beetje. En verder gewoon... Nee... Eerste zin herhalen of zo, ik weet niet. Nee. En 1500 man, is dat nog een dingetje? Want zoveel passen erin. Ja, dat is wel cool. Ja, dat is denk ik wel de grootste. Ik heb wel van de zomer op Lowlands gespeeld met Comedy Trainers, dat was 1200. Dus die 300 die kan ik erbij hebben, denk ik. Heb je er zin in? Ja, ik heb heel veel zin in. Ja. Ja, superleuk. Ja, het lijkt me wel een uitdaging, zeg maar. Ja. En stel nou dat je wint, wat dan? Dan win ik. Ja, wat dan? Dan heb ik een finalistentournee. En dan hoop ik dat gaat helpen om mijn eerste programma te gaan maken. Een eigen vullende. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Ja. En als mensen nou bijvoorbeeld nog willen weten waar jij speelt of wat je kan, dan, waar moeten ze naartoe? Dan kunnen ze even op jannekedebijl.nl mijn speellijst in de gaten houden. En Toemler dan ook? En in Toemler speel ik vaak, ja. Nou, dan weten we in ieder geval waar u terecht kunt. Dan is het nu tijd dat jij mijn score mag gaan proberen te verstaan. En dan gaan we zien of het Feyenoord of Ajax wordt. Is goed. Even tellen. Oh ja. 4, 10, 18, 23. En dan doe ik niet helemaal de officiële regels. Want officieel moet je dan ook nog geloof ik... Ja, maar we tellen wel gewoon op. Maar ik moet wel alles schrijven. Ja, je mag alles schrijven. 23. Spannend. Zet hem op. Oei. Tot op heden gaat het uitstekend. We hebben niet ingespeeld. We moeten nooit koud gaan sjoelen. Oh, stroeve baan ook. Jij begon ook zo hoor. Ik wil even zeggen, hij begon ook zo. Straks kan je zo'n rijtje en dan kan je ze zo... Ja, dan gaan ze allemaal vanzelf erin. Hè? Net bij Ajax. Wow. Ja, dit begint erop te lijken. Wow. Oh nee. Wel lekker agressief eindigen. Ik denk niet dat het voldoende is. Nee, dit is gewoon serieus 16. Het is 16. Oeh. Ja, gefeliciteerd toch wel. Dankjewel. Maar laten we dan afspreken. Er is een belangrijkere wedstrijd. Ja, dan ga ik voor die. Ga ik daar succes wensen. Zet hem dankjewel. Op. Dankjewel. Het moment is daar. De winnaar van de 52e editie van Kamaretten is geworden. Dat was een goeie. De winnaar is geworden Janneke Bijl. Janneke Bijl.